dat is echt lang geleden dat ik dit zo gedaan heb. Zo. Vraag me niet waarom. Want ik weet het niet. Gewoon geen zin, denk ik. Ik ga eventjes een paar boodschapjes doen. Ik ga niks bijzonders doen, hoor. Niet dat je denkt van, goh, S is terug, ga gelijk iets spannends doen. Want dat doe ik altijd. Niet. Nee, dat niet. Ik ga gewoon eventjes een paar boodschapjes doen. En ik denk, neem jullie mee. Neem jullie mee. Hartstikke leuk. Ik heb ook echt absoluut helemaal niks speciaals te vertellen. Ik heb gewoon die telefoon aangezet. Zo. Oh ja, ik heb wel wat te vertellen. De kleine van mij is ziek. Alweer. Ah, zo'n klein vogeltje. Een musje. Zo, die zie je weer haast niet meer. Verstaan jullie me wel? Ik heb het idee dat ik aan het fluisteren ben. Nee, kleine is ziek. Als ik zo terug ben, ga ik even de huisarts bellen of afspraak maken. De halve nacht heeft hij opgelegen. Pijn zijn keel. Hier zegt hij, aan de zijkant. Dat vind ik een beetje een rare plek. Maar ja, ik denk dat dat toch gewoon keelpijn is. Ik heb geprobeerd te voelen of die klieren opgezet zijn. Hij heeft geen koorts. Niet meer. Hij heeft wel koorts gehad. Dus zo even bellen. Ik ga... Ik loop langs een tramhok en iedereen zit me raar aan te kijken. Hi. En weer op de terugweg. Vinden jullie mijn blauwe oogschaduw? Het is niet alsof ik een klap op mijn oog heb gehad, toch? Blauwe oogschaduw en oranje lippenstift. Man, ik durf vandaag. En dan met die kukkelbek van me. Ja. Als donker toen ik me opmaakte, ja. Beetje kut. Nou, ik heb echt last van mijn kwel de laatste tijd. Echt waar. Zit mijn kusgebit los of zo? Mijn kukkie dent zit niet goed. Oké, haal adem. Dat is goede koffie. Oké, ik ben op de terugweg. Ik ga de plannen zijn vandaag. De huisarts bellen. Televisie aanzetten. Dan denk je van, waarom moet je dat inplannen, S? Televisie aanzetten, dat is toch een knopje? Nee, andere televisie. Moet ze omruilen. Ik zie je. Bij twee stopt het gewoon. Mijn kunstgebit zit los. Mijn geheugen is weg. Het is officieel. Ik ben oud. Kap van mij. Serieus, ik heb ermee gelegd. Ben ik weer. Ik moest het even zeggen. Heb je wel eens, dat als je op straat loopt en mensen je zo zitten aan te staren en niet charmant. Hoe zeg je dat nou? Niet charmant, maar ik kom je aan het horen. Wat een kut ochtend zeg. Jullie hebben pech. Nee, ik ben niet ongestaan. Oh, niet. Ik ben niet ongegeneerd. Nee, gewoon echt staren. Dan ben ik er staan. Om gewoon op hem af te lopen. En dan gewoon niks zeggen, alleen gillen. Gewoon gillen. Zeg, die zagen tyfus waarschijnlijk. Maar ik ben niet raar. Ik ben niet gek. Jullie allemaal roze olifantjes.